Zometeen is het de bedoeling dat je die onderdelen die klaarstaan, dat je die gaat doen. Maar we gaan eerst even laten zien wat je precies bij die onderdelen moet doen. En dan vraag ik Meester Jelle om bij het eerste onderdeel daar klaar te gaan staan. Iedereen kan hem zien, hoef niet te gaan staan, blijf gewoon zitten. Bij het onderdeel, Meester Jelle, die klauwt het naar boven. Dus het beweegt heel erg. Hij moet het doorheen, doe je straks dus ook, je moet daar doorheen. En nu komt het, hè, want dat is heel lastig. Je kan het dus doorvallen bijna, je moet het oude mensen moet je zien. Heb jij het ook goed met stellen? Aan het einde gedacht, hoppla, dat is de oefening. En dat probeer je zo vaak over 1 minuut te doen. De volgende, je pakt het bamboesvaart, je gaat er weer staan, zodra je start. Dan ga je heen weer, je bent op die ding. Elke keer als je een matje bent, krijg je een punt. Volgende is de transportreis. Je staat op 1 matje, het andere matje gooi je eromheen. Je springt naar de volgende, je gooit er omheen, je springt naar de volgende enzovoort. Elke keer als je de bankkant zit, heb je een punt. Gaan we naar de volgende. Dat is een klein parcoursje. En dat kleine parcoursje begint tussen paaltjes door. Tussen paaltjes door. Hij gaat over de kast heen. Daar staat straks iemand met een traplap waar je een enorme verder springende trap maakt. Je springt over dat dingetje heen. Je maakt een schouderrol. En dan heb je een punt. De volgende is heel eng, want dan moet je door een donkere tunnel. Heeft iemand Meester Jelle gezien? Heeft iemand Meester Jelle gezien? Hopla, en dan is hij weer. Elke keer als je er doorheen bent, heb je een punt. Gaan we naar het volgende onderdeel. Ben je al een beetje moe, Meester Jelle? Je loopt aan de achterkant. Op de bank. Kijk maar. Dan kom je op de kast. En dan komt het, hè. Dit is, hier moet je een beetje voorzichtig, want de bank wiebelt ook. En dat is best wel eng. Je houdt die touwen vast, je springt eraf. En dan heb je een punt. Volgende. Dit is een spierbalactiviteit. Je loopt de bank op, je staat op de kast. Je pakt de touw vast. En het is de bedoeling dat je van het ene touw naar het andere touw tarzant. En het is heel belangrijk om het goed vast te houden. Je mag geen touw overslaan. Dat is een hele goede vraag. Elk touw wat je hebt gehaald is een punt. Oké, als je eraf valt, oh nee, dan ben je je punten kwijt. En dat moet je ook doen. Volgende onderdeel is tegen het wandelen op. Kijk maar even naar Meester Jelle wat hij laat zien. Op de volgende op. Daar kun je prima tussendoor. Hou je vast, let op je kin, let op je neus, op je voortanden. Dan ga je naar links, naar rechts dus. Dan moet je weer doorheen. En dan, wauw, wat een succesje. Springen eraf. Kom bij de volgende. Dat is weer dikke spierballenkracht. Je pakt de dumbbells. De kleinste onder jullie, die pakken de gele dumbbells. En de langere onder jullie, die pakken de rode dumbbells. Oké, dan staat jullie groepsleider houten vakjes vast. En dan ga je tegenaan met de dumbbells in je hand. Dus dat wordt vet zwaar. Oké, volgende onderdeel. Jullie zien hier een enorme coole klimmand met een rode vastgetapte knop. Dus de bedoeling dat je de tape opklimt. Naar die knop. Dat je op die knop brandt. Hier geeft een geluidje. We gaan eens checken of jij de tape opklimt. Ja, en dan doet het. Het is geen idee. En dan heb je een punt.